Hallo allemaal, welkom bij TCG & Toys. Vandaag weer is het zaterdag en vandaag weer een LOL opening. Ik heb vandaag voor jullie weer LOL Pets Wave 1. Ik heb hier twee ballen liggen, hier heb ik een derde. Ik weet nog niet of ik er drie ballen zelf openen. Dus ik heb in ieder geval drie liggen. Mocht ik in de tijdnood komen, dan open ik er maar twee. We gaan deze twee openmaken en hopelijk iets nieuws. Deze ballen zijn voorlopig nog te verkrijgen. Toen ik ze ooit in geleden heb ik wel, lang geleden heb ik er wel gekocht bij Torchamp. Ik weet echt niet meer of ze nog verkrijgbaar zijn. Maar in ieder geval, ik ga deze twee sowieso openen. Misschien nog een derde als ik meer tijd heb. Oké, we beginnen eerst met de eerste. Hij rammelt een beetje. Dat betekent dat we gewoon één poppetje krijgen, denk ik. Ik zit dan met de camera hier. Ik heb een andere camera nu even. De eerste laagje gaat vanaf. Nou, zo te zien heb ik een roze bal. En dat heet... Zou je zien? Ik heb een betere camera nu even. Want deze gaat veel beter. Best in show. Even een andere camera. En deze is veel... betere kwaliteit, deze camera. Dus dat scheelt. Ik hoop dat ik deze vaker mag gebruiken, deze camera. Dit werkt niet. Best in show. Welke poppetje zouden we hebben? Ik hoop dat we een nieuwe krijgen. Ik heb er al één van Best in Show. Deze kent iedereen al. De stickertjes. Sorry, het licht hier wel misschien niet zo heel duidelijk. Soms zie ik in het licht, maar... Zo. Openmaken. Die gaat weg. Die gaat weg. Wat is de keychain? Oh nee, die hebben we niet. Dit is de poepenscooper. Dus deze gaan we als eerst openmaken. Oh, we hebben een lichtblauwe. Hoe? Alle plastic daarheen. Een lichtblauwe. Nou, ik zou eentje hebben die ik nog niet heb. Het is een accessoire. Ja. Dan weet je die wie ik heb, hè? Miss Peppy. De bordel. Oh, een leuke roze bordel. De puppy. Of een katje. Wow, valt ie. Ik vind hem wel heel erg schattig. We hebben hier van Miss Peppy. Gaan we kijken wat hier nog in zit. In de liddenbak. Even een pakje. En dan gaan we kijken. Wat zit er? Oh ja, er moet iets in zitten. Een kroontje, hè? Ja, hier heb ik het al. Kijk, ik weet precies wat erin zit. Die laten we hierin liggen. Dit is een mooie kroontje. Je kan er omheen doen. Zo om de... Als hij blijft zitten. Veel mensen blijven er gewoon niet zitten. Nee, die blijft gewoon niet zitten. Kijk. Oh, dat blijft wel zitten. Maar we hebben in ieder geval Miss Peppy. We gaan er nog één openmaken. En daarna gaan we kijken wat ze kan doen. We beginnen met de tweede. Ja, ik ben benieuwd of we een zeldzame gaan krijgen. Het is in ieder geval één sticker. Nou, die ken je ook al. Flashback Friday. Die ken je zeker ook al. Auw, mijn nagel joh. Mijn nagel. Ja...
Je stickertjes. Mijn nagel breken. Even wachten. Een stukje van mijn nagel breekt af. Die kan weg. Die kan weg. Ik heb een plastic zakjes bij me staan. Dat helpt heel erg handig. Eerst met deze. Ik weet welke ik krijg. Het is wel jammer dat ik deze volgens mij al heb. Een blauwe. Ik heb een plastic zak naast me staan. Zo'n groot zakje voor zo'n klein dingetje. Serieus. Kunnen ze nog groter, die zakken? Ja, een headband. Dit is natuurlijk de bottle die iedereen kent. Een blauwe bottle met een lichtblauwe dekseltje. En deze kent iedereen ook. Denk ik. Hoe heet de naam? Laat een comment hierachter. Ik wacht een paar seconden. 3, 2, 1. We gaan hem openmaken. Ja, en het is BB Pup. Ik heb er al eentje. Dus ik hoop dat ik wel een andere iemand... Ik heb er al eentje. En ze kan al plassen. Ik hoop dat ik een andere krijg dan iemand die plast. Dus ze kan ook nog huilen. Hier zitten. Jullie weten natuurlijk wel wat er allemaal in zit. Ik ga even goed de camera voorzetten. Schoentjes. Ja, mooie hoor. Schoentjes. Hier nog een. Hier nog een. Oh. En hier nog een. Het zijn 4 schoentjes. Ik ga hem straks wel even leegmaken. En dan laat ik je straks hierna de eindresultaat zien. Ja. Zullen we nog één openmaken? Ik denk het wel, hè. We hebben er nog één. Weet je wat? We gaan er wel nog één openmaken. Ik heb tijd gehad om nog eentje open te maken voor jullie. Dus... hier een goede in zit. Zal het zijn? Was maar eentje. Het is een Team Spirit. Deze heb ik nog ineens, hè? Ik heb ze alle 2 nog niet. Oh, mooi. Heb ik in ieder geval wel een nieuwe. De stickertjes kent iedereen al. Die hoef ik niet meer te laten zien. Laten we even met het flesje beginnen. Als jullie denken nu al weten welke ik heb, mogen jullie in de comment laten. Oranje bordel. Volgende. Zakje. Ik denk het ook al te weten welke ik heb. Jullie ook al? Nou, dan kan je heel goed afleiden met die bordel. Ik heb... een poepenscooper, een witte poepenscooper. Nou, weer zo'n groot zakje voor zo'n heel klein dingetje. Echt niet normaal, hè? Oh,
is een hoofdband. Een hoofdband. Nou, jullie weten welke ik heb, hè? Zeker weten. Mooi. En ik heb... Oeh, hier is ze dan. Dit is Hoops Dog. Is een puppy. Woef, woef. Woef, woef. Woef, woef. Gaan we even kijken wat hierin zit. Oeh, roze zand. Oh, ik moet even wachten. Roze zand. Mooi roze zand. Oeh, schoentjes. Oeh, oranje schoentjes, zie je? En roze. Oeh, ze hebben twee verschillende soorten kleuren. Die zit ook dicht bij elkaar, die schoentjes. Oeh, er valt er een. Dat zijn de schoentjes. Dus, ik heb drie verschillende. Ik ga die schoentjes even zo even uitkammen. En dan zitten ze vol met liddersand. En dan zie je zo het resultaat hierna. En ik pak een bakje met ijswater en we gaan kijken wat ze allemaal kan.